Ik ben Sascha Elisa en ik ga het verhaal vertellen achter de Rainbow Spot of Gold. Nou, ik heb het nummer geschreven. Het is een van de oudere nummers die ik eigenlijk nog steeds speel. Ik schreef hem toen ik denk 17 of nee, 18. Ik was net 18, geloof ik. Ik weet nog precies waar ik het nummer schreef. Het was in de zomer van 2009. Toen woonde ik nog thuis bij mijn ouders. En dat was in mijn slaapkamer op de vloer. En ik wist dat ik binnen een paar maanden, eigenlijk afscheid van mijn ouders moest nemen voor een heel jaar. Want ik had ervoor gekozen om na mijn VWO om een jaar naar Amerika te gaan. En om daar als au pair te werken. Dus voor mij was dat een hele spannende zomer. Want ik moest mijn rijbewijs halen. En ik moest, eigenlijk moest ik nog last minute een familie vinden waar ik dan bij ging blijven, zeg maar, dat hele jaar. En ik heb een paar momenten gehad dat het me een beetje te veel werd. En dat ik dacht van jeetje, waarom ben ik niet gewoon gaan studeren meteen? Dus toen af en toe haalde ik er moeilijk mee. En op sommige momenten realiseerde ik me... Ik was best wel naïef op dat moment. Maar op sommige momenten realiseerde ik me eigenlijk waar ik aan zou beginnen, zeg maar. En ik schreef dit nummer op een dag dat eigenlijk een heleboel dingen fout gingen. En ik eigenlijk best wel ongelukkig was. En ik had op dat moment een vriendje. En ik wist allemaal niet hoe het met hem moest en zo. Want ik ging weg natuurlijk. En toen voelde ik heel erg de behoefte dat ik dacht, ik moet iets schrijven hierover. Over dit hele gevoel, zeg maar. Over het achterlaten van mijn familie en het beginnen aan zo'n avontuur. Toen ging ik op de vloer zitten, weet ik nog wel. En toen schreef ik dit nummer. Het bestaat ook eigenlijk alleen maar uit coupletten. Want ik wou gewoon een verhaal vertellen. En ik wou me niet zozeer laten belemmeren door de structuur van wat een liedje normaal gesproken heeft. Met de refrein en een bitch en weet ik veel, dat heeft het nummer niet. Want ik wou gewoon echt, ik moest gewoon wat kwijt. En dat hoor je ook wel terug in het nummer. Dus, ik denk als je 18 bent, dan heb je nog nooit je ouders voor zo'n lange tijd achtergelaten. Je hebt geen idee wat dat is. En ik denk dat je het amper beseft, zeg maar, als je hoe het is om een jaar zonder ouders en je zus en je vriendinnen en zonder iedereen te leven. Ik bedoel, het is een heel groot avontuur wat je tegemoet gaat. Maar goed, aan de andere kant dan besef je ook van dat je eigenlijk alles loslaat en er alleen voor staat. Ja, het is wel heel spannend. Ik denk niet zozeer dat het een typisch liedje van mij is. Want ik heb een heleboel nummers die wel heel goed is de normale structuur hebben van een nummer, zeg maar. Maar het is wel een typisch liedje als je kijkt naar de tekst. Want ik schrijf wel over wat mij bezighoudt. En als ik het moeilijk heb of als ik juist me heel gelukkig voel. Dus ik schrijf heel veel over mijn gevoel. En wat dat betreft denk ik dat, wat de tekst betreft, dat het wel echt een typisch Sascha nummer is. Ja. Nou, misschien is het wel leuk om nog iets te vertellen want in Amerika is... Toen ik vlak voordat ik naar Amerika ging, maakte ik nog niet zo heel veel muziek. En schreef ik zo nu en dan een nummer en trad ik eigenlijk niet zo vaak op. En toen ik in Amerika was, toen kwam ik in Nashville terecht. En dat is echt het mekka van de country muziek natuurlijk. En daar heb ik gewoon heel veel inspiratie op mogen doen. En ook gewoon open mics mogen spelen. Dus het ging eigenlijk echt een wereld voor me open. En ik gewoon heel veel inspiratie opgedaan daar. En toen ik terugkwam, toen begon het eigenlijk pas echt met muziek. Toen kwam ik terug en toen dacht ik, jemig, ik ga dit in Nederland ook voortzetten, zeg maar. En toen, dus op die manier ben ik eigenlijk met muziek begonnen. Dus dat is een beetje mijn verhaal. Ik heb een single uitgebracht in april dit jaar. Op vinyl en op cd. Die kunnen ze vinden op sashaelisa.bandcamp.com. Daar kun je hem kopen ook. En daar kun je hem ook beluisteren. It's written in your eyes. I'll never let my guard. Said and done, there's a road, so you better regret some. I'll try to do my best to be.